stofzuigen? Laten bepalen. 4. Oké, nou. Dan ga ik net zo. Lucilla. Wow. Kunstelijk dit. Moha. Is je papa? Wie is de naam? Dezelfde. En moet je een beetje. Dat ziet er mooi uit. Papa. 4. Papa, hey, jongen, wat gaat het worden? Ah, op de lens. Streng zijn. Gaat het goed? Het is wel lekker, hè? Die valt aan. Goedemorgen, leukjes. Goedemorgen. Ik slaap dus op tv. Heb je lekker geslapen? Ja, goed. Roesje een kusje van het. Goedemorgen. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Familievloggers. En wij zijn nog steeds lekker op vakantie hier bij Landal Hoogvaals. En we zitten aan ons ontbijtje. Ja, het inderdaad zo'n beetje, want morgen gaan we weer naar huis. Ja. Dus we gaan extra genieten. Want dat is onze laatste grote dag in het kustvakantiehuisje. Ondertussen hebben we ons kleine beertje weer lekker in een berenpakje gedaan. Het is namelijk tijd voor zijn slaapje, zijn ochtendslaapje. En we hebben gemerkt dat het op vakantie heel makkelijk werkt. Doordat Daniel lekker de honden gaat uitlaten. En dan meteen even met Lucius erbij meeneemt in de kinderwagen. Nu gaat even stofzuigen. Lucius moet altijd even een ochtendslaapje en altijd even een middagslaapje. Ja, dat klopt. Dat klopt. Lekker. En als hij goed slaapt, dan wil hij soms wel 1,5 tot 2 uur tukken. Ja. En dat geeft ons natuurlijk weer even een beetje de vrije hand. Ideaal berenpakje. Dat is een ideaal berenpakje. Ja, hij past trouwens nog steeds in deze bak. Vraag niet hoe, maar hij past erin. En hij vindt het nog steeds heerlijk. Kijk hoe groot hij is. Kijk hoe groot, jongen. Eigenlijk past hij bijna niet mee. Ja, een beetje naar beneden zo. Hoppatee. Kijk, past hij er nog in. Hij slaapt er nog heel erg lekker in. Nou, we hebben hem lekker ingepakt. Dan gaat papa even lekker met hem wandelen. Ik ga die nou eens wandelen. Met de hondjes, ja. Doeg. Terwijl Daniel lekker met Lucius even gaat wandelen en de honden, gaan wij eerst heel eventjes alles weer een beetje opruimen. De ontbijttafel hal wel opgeruimd. Er liggen altijd nog heel veel kruimeltjes onder. En als ik ergens niet tegen kan, is in het vakantiehuisje dat er altijd kruimeltjes en dingetjes op de grond liggen. Dus ik stofzuig eigenlijk gewoon standaard iedere ochtend na het ontbijt. En eigenlijk ook iedere avond, na het avondeten, want er ligt ook helemaal onder. Dus we gaan eerst eventjes het huisje een beetje weer opruimen. Ze hebben vanochtend ook weer van allerlei dingetjes zitten te doen hier. Dus we gaan eerst eventjes netjes opruimen. En dan gaan we daarna kijken wat we deze vakantiedag gaan doen. Goed, kijk eens, Luxie de tafel poetsen. Luan is het stofzuigen. Heel goed. Even poetsen. En Lucilla is weer even het speelgoedkastje opnieuw en het inrichten. Dat was ook een beetje een rotzooitje geworden, hè? Heel goed, Luxie. Ik weet niet of dit een herkenningspuntje is van ouders onder ons. Maar soms heb je van die dagen, dan willen ze eigenlijk allemaal wat anders doen. Luan die wil met de 3D-pen spelen. De meisjes willen tattoo dingen maken. En Luxie wil weer dat maken. En dat vind ik in principe helemaal niet erg hoor als ze dingetjes door elkaar heen gaan doen. Dat hebben ze afgelopen week al best wel gedaan, ook buiten de vlog om. En ik dacht vandaag, ja, leuk. Maar Luan die wil met mij de 3D gebeuren maken. Dat vindt hij leuk om met mij samen te doen. Maar de meisjes zeggen, ja, maar mama moet ook met mij spelen. Ja, maar ja, weet je, we hebben maar één mama. En ik kan op dit moment niet in drieën splitsen. Dus ik heb iets bedacht. Waardoor we toch een soort compromis kunnen sluiten. En toch met z'n allen de spelletjes kunnen doen wat ze eigenlijk allemaal willen doen. Mama. Door middel van... De dobbelsteen. De dobbelsteen. En honden. De dobbelsteen. Oh, wat wil je vertellen, Luxie? Ik wil die hier en die hier. Ja, Luxie wil die tattoozaal. Deze wil ze eigenlijk al de hele week. Maar iedere keer zeg ik verder, niet nu. Want ja, dat is ook weer... Daar kom je een tijdje mee bezig. Dus zeg ik, dit... nee, dat moet je echt samen met mij doen. Dit moet je samen met mama doen, zeg ik dan. Maar ja, als ze alleen met dit glitterpoedertje gaan doen, dan je weet wel hoe laat het dan is. Luan die kan prima dit alleen doen, maar hij vindt het leuk om dat met mama samen te doen. Hij heeft al best wel wat dingetjes gemaakt. Misschien kun je eens even pakken, die liggen daar. Hij heeft best wel wat 3D dingen gemaakt. Het is een 3D pen, waarmee je dus een 3D zelf... printing pen. Printing pen, ja, oh ja. Als je precies printing wilt pen. Zijn. En daar kan hij zelf dingen mee maken. Ik heb er nog meer gemaakt. Kijk, dit, ik vind deze wel het mooist. Deze is inderdaad heel mooi. En ik pak er zo. Maar dan is hij dus alleen bezig. En ik vind het meisje ook heel leuk om mee te kijken. Maar ik vind het ook gewoon leuk om met mama te spelen. Om dat te doen. Ik kan mijn pakken. Oh,
Kijk, ja, een hartje heeft hij gemaakt. Dit is een lantaarnpaal. Alleen ik had geen oranje om hier te doen. Oh ja, dat, misschien kunnen we een stift doen. Een stift? Of zo. Ja, het is wel een leuk idee. Ja, en een hartje. Emma, kijk. Ik heb nog leuk. De laatste ding. Die zit hierin. Ja, dat is die. Dat is de lamp. Heb je tegenwoordig of niet? Wat? Het lampje op. Waar is die? Nee. Die had je ook nog. Ja, die had ik aan jou gegeven, mama. Oh ja, die is ook heel mooi. Bellinga heeft die met wit gemaakt. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar ja. Er staat Bellinga. Even mijn handen voor. Kijk, Bellinga. Dus daar was Luan heel enthousiast over. Dus vandaar, jongens, het was... Oh, mama wil het met mij doen. Dus ik dacht, weet je wat we gewoon gaan doen vandaag op deze vakantiedag? Zoals jullie weten... Spelen gelijk. Zitten we, ja, zoals jullie weten zitten we in de lockdown. Dus we zijn niet... Dus het zwembad is niet open, de indoor speeltuin is niet open. We zijn in Valkenburg geweest, we zijn bij het Drielandenpunt geweest. Ja, dus vandaag eigenlijk gewoon weer een beetje creatief denken van... Oké, wat kunnen we gaan doen vandaag? Zodoende gaan we dus de dobbelsteen laten bepalen wat we gaan doen. Maar... En dat gaan we dan met z'n allen doen. Maar... En dan, ja, maar... Eerst moeten we op deze briefjes cijfers doen. Ja. En dan moeten we hier opschrijven tattoos. En als je bijvoorbeeld 6 gooit en er staat hierop, dan gaan we tattoos doen. Juist. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan, ze hebben allemaal dingetjes bedacht. En we gaan op die briefjes die Lucilla daar heeft, schrijven wat het is en hoeveel punten. Dus bijvoorbeeld 6 is tattoos maken. Ja. En 1 is 3D-pen maken. En dan mogen ze zelf 6 dingetjes bedenken wat we dan met z'n allen gaan doen met mama. Ja? Oké, okay. Nou gaan we eerst mama, dat even maken. Mag ik de nummers opschrijven? Voor de ouders onder ons, als je kinderen allemaal tegelijkertijd je aandacht willen, laat gewoon de dobbelsteen bepalen wat we gaan doen. Dan gaat het dan lekker gezamenlijk doen. We hebben hier 6 blaadjes. Ja. En die gaan we eerst even erop schrijven wat we willen gaan doen. Luxie heeft die uitgekozen, dat is een. Dit is een speurtocht, dat is misschien wel leuk. Hier staat dat op. Het is een speurtocht voor buiten. En dat heb ik ooit een keertje bij de HEMA vandaan. En daar staan allemaal dingetjes op die je buiten kan zoeken. Hè, bijvoorbeeld een veerspeesje. Scherp. En een veerspeesje. Ja, dat weet ik niet of nu een veerspeesje vinden. Maar nee, als je hebt allerlei seizoenen. Doet, als je bij het strand deze bent. Deze kan wel. Dit zijn wel echt een beetje spinnenweb, veertjes, kakkelak, pissebed. Dus er staan herfstdingetjes op. Maar er staan ook dingetjes op als je in de stad woont. Of als je bij het strand bent of zo. Dus een speurtocht. Goed, een buitenspeurtocht. Ja, zullen we dat dan stipje 1 doen of 6? Nee, daar beginnen we dan. Maar jij mag zo meteen de stipjes doen. Ik schrijf even erbij. Ik zal, als ik jou was, als je 6 stipjes gaat tekenen, zou ik ze iets kleiner tekenen. Ja. Dan is het mij heel lang bezig met alle stipjes inkleuren. Volgende is deze. Vond Luxie ook leuk. En Lucilla vond dit ook leuk, hè? Glittertattoos. Glittertattoos heb ik ooit ook een keertje bij de Action vandaan, jongens. Gewoon... simpele glittertattoos. Ja, geen idee hoe het gaat. Dan geven we 2 stippen. Nou, 2. Maak je 2 van die grote stippen. Kijk eens zo. En dat ik. Dan mag jij straks de stipjes. De stipjes erop zetten. Ja. En die houten. We hebben deze gekregen van een bollenhuis. Ja, houten. Hout. Woodcraft constructiekit. Ik doe woodcraft, ja? Dan weten we allemaal wat het betekent. Houtcraft betekent dat. En dan gaan we naar. Ros. Die vindt Luxie mooi, hè, Ros? En dat is de 3D-print. De 3D-print. 1, 2, 3, 4. Ik ben er 4. Ja, jij bent bijna 4. Dat klopt. Ja, en dat is dan met de I. Met de I. Rukke. Mie. Nee, het is met 2 M's. Ja, 2. Oh. Wordt verbeterd door mijn eigen kind. Cup. 5. Top. 5. Ja. Oké. Okay. Oh. En dan weet ik er nog één. Want jullie zeggen de hele tijd, tenminste de meisjes die spelen dat heel veel. Wat dan? De vloer is lava. Ja! Wat is lava, jongens? Lava is wat in een vulkaan zit. 5. 6. 6. We hebben alles even op de tafel gelegd. De speurtocht, de tattoo, de 3D-print, het woodcraften, rummy cup en de vloer is lava. En dan gaan we dit even netjes ophangen op het raam. Dat is misschien wel overzichtelijk. Ja. Zo. Top. Dat is 1. Oké, nou plakken we die daar. Nummer 3 hangt ook. Nu ik hem weer. Nou, Lucilla weer. Waar wil je hem neer hangen? Hier. Daar. Goed zo. Toppie. Heel goed. Nee. En de laatste. En de laatste hangt daar. Kijk. Nu hebben we dus alles op de ramen gehangen. 1, 2, 3, 4, 5
En 6. En dan gaat de dobbelsteen gaat bepalen. Wie gaat als eerste? Ik, Luxie. Wat we als eerste gaan doen. Luxie. Wow, spannend, 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 spannend. 4! Oké, en dat is de 3D printingpen. Dat is leuk. Kijk, hij ligt hier. Alleen hij komt wel aan het stroom. Oh, nou dan kunnen we misschien die tafel even hierheen zetten. Ja. Ha, kijk, hij heeft hem al warm gemaakt. Ja, dus hij hoeft hem niet op te warmen. Aan. En dan gaan we even de tafel hierheen schuiven, want dan kunnen we hier het beste werken. Want hij moet inderdaad bij het stopcontact. Oh. En die tafel is te lang. En deze tafel is makkelijk te verschuiven. Zetten we deze even daar neer. Hoppatee. Zo, ja, nu maar schuiven. Goed zo, sterk, heel sterk. Kunnen we daar lekker zitten? Hier heeft hij gisteren namelijk ook gezeten. En dat werkte prima. Nou, top. En als je wil zitten, kunnen we ook nog wel deze kussens van thuis meegenomen. Ik neem eigenlijk altijd deze kussens mee. Omdat het toch een soort van thuis voelt dan. Kijk, kun je zo lekker zitten. Zo. Dan gaan we hier... En gaan we dan om de beurt iets kleins maken? Ja, dat is wel een goed idee. Misschien kan jij wel eerst laten zien hoe het moet. Ja, eigenlijk staat erop dat hij 14 of 13 plus is. Alleen, ik kan het prima alleen omdat ik het op school ook een keer heb gedaan. En bij mij is er nog nooit een ongelukje gebeurd. En er is ook een 10-jarige die supergoed met 3D-printing kan tekenen. Dat is een filmpje van het Jeugdjournaal en die is 10. Dus ik kan wel eigenlijk gewoon alleen met de printing kleuren. Ja, maar dus... moet je er wel even bij zeggen inderdaad. Dat je het niet alleen moet doen als je het nog niet kent. Nee. Het is dat ik weet dat hij het wel goed want kan, alleen, dat ik er gewoon bij ben. Het is namelijk heet. De pen is heet. Dat is dit is niet heet, want dat zou een beetje gek zijn. Ja. Alleen zien jullie die gaatjes daar? Ja. En zien jullie dit? Ja. Nou, dat is gloeiend heet. Want dan gaat dit dingetje, die gaat door die hele pen. Ja. En dan komt hij hierin. En dan smelt dat. En dan kun je daarmee tekenen. Ja. En dan moet je 10 seconden wachten tot hij klaar is. En dan is hij al helemaal opgetrokken. Dan is hij hard. Nee, nou, is hij grappig. Hard geworden. Leuk jongen. Nou, laat maar eens zien wat we gaan doen. Nou, wat zouden we dan maken? Heb ik hier allemaal mooie kleurtjes. Ik heb alleen geen rood meer. Nee, die heeft hij al. En roze, want die heb die ik al gebruikt. Moeten we een keer weer even nog wel roze. Ja, roze? Roze wel, ja. Oh ja. Klopt. Deze vlinder heeft hij dus gemaakt. Met dat. Met deze. Kijk, dit is het resultaat. Dan maak je losse onderdelen. En dan plak je hem daarna, kun je hem dan aan elkaar maken. Ja. Dat is heel zo leuk. Zo heb ik dat ook op school gedaan met die bril. Ja, dan kun je bijvoorbeeld ook een bril maken. Dat is ook wel grappig. En dan misschien kan je dat wel maken. Mama, ja, moet ik maken. Ja, en dan kan je dan wel eventjes toen kon met ik het niet, maar nu kan ik het wel. Want ik doe maar één lijntje toe, maar ik moet steeds zo heen en weer. Ja, je hebt het geleerd van Luan, hè? Ik zei dat hij heen en weer moet, want toen is hij steviger. Dan is hij steviger. Ja, ja nou, dan gaan we dat doen. Ik doe maar één lijntje. Dat gaan we doen, ja. Moet je dat leren. En je zei dat hij dan meteen kapot is. Ja, dat is helemaal leuk. Ja, nou, dan pak ik bijvoorbeeld... Ja, wat is er nu? Goed. En dan is hij valt. Ja, als hij valt. En die niet kapot. Is hij niet kapot? Nee. Kijk. Ja. Dan gaat het stipje die zit even te laden. Ja. Dan moet je altijd even 20 seconden wachten. Want het dingetje moet dan heet worden. Ja. En als dat stipje dan groen is. Ja. Dan kun je... Ja. Kijk, plastic hij is nu groen, dan kun je lekker tekenen. Maar heb je nou dat spul er al in gedaan dan? Ja, ik heb er nu wit in zitten. Ja. Zou ik dan groen doen? Nee, nee, laat me wit maar erin zitten. Ja, wit? Ja hoor. Zit er ik toch weet al in. Niet of ik genoeg heb. Volgens mij wel. Nou, groen leg ik dan even daar neer. Ja. En dan heb ik hem zo vast. Ja. En dan heb je hier een knopje dat het er zo in gaat. Ja. En dit is een knopje dat hij er terug uit gaat. Dat je een andere kleur kunt doen. Ik snap het. En als je twee keer drukt, dan gaat hij uit. Oké. Okay. En dit knopje is ervoor hoe snel hij gaat. Ah. En dit is voor de warmte. Ah, nou, interessant jongen. Dus dan doe ik hem nu even op standje. Het is echt wel weer iets voor jou dit, hè? Ja. En dan begin ik hier, bijvoorbeeld, bij het hoekje. En dan ga ik heen en weer. Kijk dan. En dan ga ik net zo lang... Tot ik doorga. Wauw. Tot hij helemaal. Zie je dat meisje? Gaat hij een brilletje maken? Zo. Hé, hey, een nieuw brilletje voor mama. En hier, haha. Brilletje moet voor mama. Er moet alleen wel glas in. Ja, als ik mijn lens in doe. Ja. En dan een brilletje voor jou op. Dan kun je hem wel goed gebruiken. En dan wordt hij ook mooi dik. Leuk. Maar als je hem op het papiertje houdt, ja? Dan wordt het mooi dik. Als je hem zo houdt, dan is dat zo dun. Ja.
als je hem tegen het papiertje houdt, gaat het er mooi dik en je ruikt het ook, hè? Ruik je dat? Ja, dat is het hete vuur. Ja. Want eigenlijk is dit net zo heet als een kookplaat. Ja, dus je moet er wel voorzichtig mee. Ja, 100. Je moet niet met het puntje op je hand of op je vinger. Nee, als je hier aan zit of aan het puntje en hij staat nog aan, dan kan het heet zijn. Ja. Maar als hij dan nog een half uurtje uitstond en hij is helemaal koud geworden, dan kan het wel. Maar je moet er dan wel altijd voorzichtig mee zijn. Ja, heel goed hoor. En dan ga ik net zo door. Leuk heb ik zien. Dan weten jullie dat goed allemaal, hè? Zo, en elke keer even stoppen. Ik vind dat best wel snel gaan, hoor. Ja, goed. Ja. Ja, eerst op school deed ik er super lang over. Omdat ik het toen nog voor het eerst deed, maar nu doe ik best wel snel. Wij op school hadden een keer een opening en toen was het één groot feest. En in alle klaslokalen van onze schoolgebouw hadden we dan iets leuks. En toen gingen wij naar de andere groep 5 toe en dat was 3D-pen doen. Ik dacht, 3D-pen? Wat is dat nou weer? Toen ik het deed, toen vond ik dat hartstikke leuk. En dat was een moeder, de gewone moeder van een kind die daar ook op school zat. Mm-hmm. En die was super goed in 3D-pennen maken. Dus die had 21 3D-pennen gehuurd. Wauw. En had ze dan ook 21 van die brilletjes geprint, speciaal voor ons. Oh. En toen gingen wij dat maken. Leuk. Dus het is gewoon een moeder die dat... Gewoon een juffrouw. Ja, het kan ook een juffrouw zijn. Ja. Alleen we hebben niet zoveel meesters en juffen op school die dat allemaal kunnen doen. Ja. Dus gewoon een hulpmoeder. Ja, dus bij je ouder-app stond erbij... Of er een ouder misschien wat leuks had of die dat kon doen. Nou, leuk idee. Ja. Heel leuk en idee. Zo ga ik dan verder. Ja. En je ziet dat ik kriskras op dat lijntje ga, als je goed kijkt. Even kijken, we gaan even inzoomen, jongen. Kijk, zie je het? Ah, ja. Hele kleine baantjes maken. Ja, dat ziet er wel mooi uit. Mm-hmm. Dan is die leeg. Ja. En dan pak ik een nieuwe. Helaas is mijn wit nu op. Oh. Dan moet ik even een schaar pakken. Maar ja. Eerst komt er nog wit uit. Ja. Een klein beetje nog, oh ja. Want dat was nog van de andere. Ja. Maar dat vindt het niet op. Je moet best wel een groot stuk ervoor hebben. Dus ik denk dan zo ongeveer zo'n stuk. Mm-hmm. Als je te veel doet en je hebt dan nog over, ja, dan is dat altijd zonde. Dus ik zou dan altijd even een klein beetje doen. Ja. Want dan kun je dan altijd nog er even bij aanpassen. Maar dat is niet zonde, want als je een heel klein stukje... Dat kun je dan wel weer, dat kun je er dan wel weer uithalen. Nou, dan heb ik eerst nog een heel klein beetje wit. Die moet ik er dan goed indrukken, want er zit een klein gaatje in. En dan zit nog een heel klein beetje wit in. Die kan ik dan even voor deze afmaken. Het andere stokje wordt geel. Is dat een inzoomlens? Nee, maar ik kan wel een klein beetje inzoomen. Een super klein mondje. Dat is zo moeilijk om er dan op te tekenen. Dan moet je gewoon een stukje. Die mag de blinde hebben. Daar is helemaal blij mee. Hè? Vind je die mooi? Maar die oogjes. Die oogjes, ja. Nou, hij is klaar. En nu moet hij even opdrogen. Ja, alleen dit stukje, want dit is al opgedroogd. Dat is al opgedroogd. Dus dit kan ik er dan zo afhalen. Kan ik zo afhalen? Ja, dat kan je zo afhalen. Oh, kijk dan. Wauw. Zo. Oké, okay. Dat is het moet die even brillenstukje even. En dan de pootjes nog. Lucilla. Heel leuk. Heel voorzichtig zijn. Ja. Ik zie ook even. Kabam. Ik heb wel even mama's hulp nodig. Ja. Dus mam, jij mag hem zo vasthouden. Ja, jij gaat hem met dat ding doen, hè? Ja. Ja, en dan hou je hem gewoon lekker zo vast. Zo, hè? Ja. Zo, dat was een ratslag. En de achterkant. Die was meer. Hé, niet doen. Ik zit nog veel. En dan moet hij even opdrogen. Is dit dan... Bovenkant? Goed zo. En zo en dan. Ik heb jou vast. En dan. Ja, en dan. Nog een keer proberen. Ja, hij begint
dan een beetje koud. Op. Ik ga een beetje koud bij je. Mama, Luxie kan het echt graag. Ja? Wel met mijn hulp. En moet bijvoorbeeld een dikke kleed bij doen. Op weg hier. Oké, dan doe ik een kussen. Yes. Hier, oké. Doe zo weer. Omhoog? Nee. Nee, doe maar zo. Zo. Ja. En? Ja. Oh, ja. Ja. Oh, voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Oh, jongens. Ja. Oh, okay. De broek. Heel mooi. Ja. Met die krijgen we een gezier. Doe maar. Wow. Oh, goed zo, Luxie. Dat zag er best wel goed uit eigenlijk. En mama, Nina kan ook zo. Kan Nina dat ook? Samen met mij. Heb je dat met Nina geleerd? Nina is een vriendinnetje van mijn klas. En ook een beetje van mij. En ook van Lucilla. En nu kan jij het ook. Ja. En nu heeft het ook Nina. En Nina kan het ook. Oké, nou Lucilla. Voorzichtig hè jongens. Ja. Oké. Oh, mooi. Heel mooi. Nou, ondertussen is Luan nog met het pootje bezig. Ja, even opdrogen. Moet even opdrogen. En wie komt daar weer binnen? Was het lekker buiten? Papa. Stap op de helm. Papa. Straks nog een rondje. Ja. Lekker knutselen, kids. Hek dan. Supergoed, Lu. Hij is goed gelekt, kerel. Grappig, hè? Het is zelf geprint. Ah. Hij is goed gelukt, joh. Wil je zien het klepje? Hier. Nee. Nou, even bij Lucilla. Voorzichtig, ja. Ja, kijk het klepje. En kijk. Ja. Heel erg leuk. En nu wordt hij roze. En nu? Ja. Kan ik hem nu gewoon helemaal inkleuren? Ja, dat kan gewoon. Ja. Ja, je kunt hem wel ingedrukt houden. Oh, snorhaar. Ja. Eén schattig. Oogje. Eén. Mijn allereerste 3D-print, jongens. Ja, want jij wist eerst niet wat het was. Ik wist niet wat het was, hebben we van jou geleerd. Dus... Nou, is Lucilla aan de beurt. Ja, dus maak eerst het rondje lekker dik, zodat hij stevig is. En daarna wil Lucilla een ander kleurtje, zodat hij mooi kleurrijk is, hè? Ja. Kijk, en dat zwarte, dat was nog van de vorige. En tada! Onze donut is klaar. Eens even proeven. Heerlijk. Is die lekker? Als je hier twee maakt, heb je een bril. Ja, en dan lopen we zo aan elkaar maken een donut. Leuk, ja. Wil ik ze ook even proeven? Is die lekker? Die eet je op cakeje. Ja. Oké, Sil, Lucilla is aan de beurt. Wat hoop je dat je gaat gooien? Wat hoop je? Speurtocht, of rummikuppen, of het met hout maken, of lava, of de tattoo. Tattoo. Ja, hoop de tattoo, dat is dus twee. Oké. Nou, laat maar zien wat er op de steen bepaalt. Dit is ook superleuk. Vier, die hadden we al gehad. Mag je nog een keer? Drie, wat is drie? Het woodcraft, het hout maken. Oh, dan gaan we eens even kijken. Waar die ligt. Kijk. Maar dat is ook superleuk, hè? We hebben hier een paard, een zebra en een libel. Een vlinder is het volgens mij. Het is een houten puzzel. Mama, moet je dat weer uitduwen? Maar een 3D. Een 3D puzzel. Mag je alles uit het vormpje halen? Alles uit het houten vormpje. Yes. Ja, maar open. Kijk, je kunt hier ook de cijfertjes zien. En dan zie je wat bij wat hoort. Dus dan moet je erbij houden. Kijk naar mijn. Dan moet je er ze zo uithalen, toch? Ja. Ja. Jou ook. Oh! Ik zie schiet er wel eens aan, toch?
Hey, oh, wie is daar wakker? Oh, is daar wakker? Nou papa, je komt als geroepen. Oh ja. We hebben een heel leuk knutselwerkje. Ach, kijk dan. Jongetje. Ach, ja, wat grappig. Er zit een klein schuifpapiertje bij. Dat zijn allemaal houten onderdeeltjes. En die moet je een soort van in elkaar schuiven. Dit is een lekker klusje, papa. Moet je eruit? Ja, die moet je eruit. Zo lekker geslapen, jongen. Zo'n roosje. Zo'n roosje. Ja, twee uurtjes. Nou, goed getikt, jongen. Lekker getikt. Nou, zo lekker rustgevend zo. Ze zit lekker aan het... Ik weet niet of het helemaal gaat lukken, dit. Maar ze zijn wel lekker rustig. Ja. Heel lekker knutselen. Ja, ik ga even lekker lusjes voeden. En dan gaat papa verder met de knutselclub. Vind je ook wel leuk, hè? Als papa even meehelpt. Kijk, daar kan Luxie al. Papa. Volgens mij vindt Luxie het puzzelen al helemaal leuk. Ah, Luan, ik kan dat wel, jongen. Ik hou van puzzelen. Jij houdt van puzzelen. Ja, en Lucilla is ook al goed bezig. Nou, papa krapt zich nog even achter zijn oor. Ach, ik ben ook super bezig. Het is best moeilijk, kan ik je zeggen. Maar wel even een lekker klusje. Ik ben nu bezig bij de pootjes. Want dit is het stukje wat erin zit. Kijk, dit stukje is eigenlijk dit stukje daarin. Kijk, dit zijn de pootjes. Dit zijn de pootjes. Die ben ik nu aan het doen. Dus dan moet ik even kijken. En dan zoek ik 8. En dan moet 8 daar. Dat is weer zo 1. En die moet dan achter. Ja, papa kan alles. En dan heb ik hier nog 1. Wat zeg jij, Lucie? Papa kan alles maken dan. Ja, papa kan alles maken. Ik heb een paardenhoofd. Het hoofd zit al in elkaar. Ik snap niet hoe dit duifje er tussen moet, denk ik. Hier tussen. Papa, ik weet niet. Ik snap het niet. Gaan we kijken waar nog een 7 staat. Dus dezelfde. Dat is een beetje lukken. Niet weg. Luxie en papa is tot zover gekomen. We hebben het hoofd. Maar dan krijgen we het niet aan het lichaam. En het is net alsof ik niet van die genoeg tussenstukjes heb. Dus ik zeg, bewaar dit een keer voor als we 65 plus en de kinderen op school hebben. Maar opa en oma zouden het volgens mij heel mooi vinden. Maar, we waren het voor opa en oma. Ja, we nemen het mee voor opa en oma. Oh, naar de volgende ronde. Lucie heeft lekker gedronken en die zit nu weer lekker in zijn wippertje. Maar hij krijgt een brilletje op. Leon heeft gemaakt. Hey, wat is dat? Nee, maar ga je maar lekker met je hond spelen. Nee, die vindt hij mooi. Oh. Helaas was dit niet een heel groot succes. Dus die mag er wel weer af. Luxie heeft wel het hoofdje van het paard. Nou, dan gaan we op naar het volgende. Ronde. Ja, mag Luan hobbelen? Nee. Dobbelen natuurlijk. Oh. Wat gaat het worden? Het is twee, jongens. Tattoos. Het ijsje hebben we uitgeknipt. En Luxie wil het ijsje. Dan gaan we bij het handje proberen. En als het goed is, moet je hem dan zo doen. En dan zit hier een plakrandje op. En dan moet je dat erop plakken. Ga maar even zitten, dan is je arm recht. Ja, dan gaan we die zo erop doen. Ja? Ja. Heel hard drukken. Misschien met een doekje. Ik weet niet of het met een doekje moet hoor. Maar ik probeer hem even een beetje goed op te wrijven. En eraf. Kwastje. Een kwastje. En dan doen we zo. Goed is. Glitterhand. En dan moet je een beetje zo eraf de glitterstaan. Oh, ik heb je hele hand onder. Oh, Luxie. Het is een beetje een vochtig doekje. Ja, en dan... Hoi, pap! Zo. Zit hem. Hoi, pap, kijk. Zo. En die roze. Die gaan we roze maken. Ja. Kijk. Ja. Oh, gelukkig kan hij in een doekje liggen. En dan doen we de roze over jouw bloemetje. Zo. Dan blijft het erop. Maar dan kan je ook niet douchen. Nee, dat gaat er weer af als je weer gaat douchen. Dit zijn jouw mooie tatoeages geworden. Nee. Heel mooi. Lekker. Maar...
En jij, wat wil jij? De donut wil ik blauw. Een blauwe donut. Zo. Ga heel voorzichtig eraf halen. Dan blijft het lijmrestje blijft op jouw hand zitten. En dan gaan we die blauw maken met... Wil je dat zelf doen? Ja. Zo. Ja, goed hè? Ja, kijk, kusjes zitten daar. Soms valt hij weer even om, maar... En Pip zit er ook bij, zie je dat? Dat is schattig. Ja. Kijk, dan gaat ze dus met het kwastje. Gaat ze over de tattoo heen. Dat ziet er mooi uit. Zo. Ik ga even mijn handen wassen hoor. Ze gaan nog even met het stickervelletje lekker aan de gang. En Luan die wil het zelf doen. Oh, je wil hem op de pols. Ja. Dan staat weer een stoere plek. Ja, heel stoer. Stoere plek is dat, hè? Ja. Ja. Heel super stoer. Super stoer. Ja. Als je ziet dat het plakkertje nog niet weg is, dan moet je even terug doen. Dan moet je nog even een keertje doen. Kijk. Want dat ging bij mij dus niet goed, dan was hij te snel eraf. Ach, kijk dan. Kijk, dan gebeurt er dit. Ja. Dan trek je hem niet helemaal eraf. Kijk, dat is die van Lucilla. Met een mooi kushartje. Of een mondje. Heel mooi. Hart. Ja, heel goed. En dan moet je er met een kwastje in het zwart, kwastje in het blauw. En niet in roze. Ook boven het schaaltje houden, dan heb ik niet overal glitters. Lekker over de pizza smeren, mag lekker veel. Ja, goed met het kwastje duwen dat het erop blijft zitten. Kijk, je zit op de pizza. Ja. Niet te lang, want dan gaat hij er wel af. Wauw. Dus ik vind deze het mooiste gelukt. Mooi. Die is heel mooi. Zie je dat? En dan kun je er nog steentjes op doen. Ik vind deze heel mooi. Jij vindt die heel mooi. Ook die stickers hebben erop geplakt. Heel mooi. Nou, dit is geslaagd. Dit is geslaagd. Op naar de volgende. Ronde. Nu moeten we het dier afhalen. Ja, mag je die eraf halen. Ik mag niet dobbelen. Nee, Luxie. Luxie mag dobbelen. Ja. Ja. Samen. Oh, samen, ja. Pip wil er ook bij. Ja, haal die er maar af. We hebben nog de speurtocht, rum make-up en de vloer is lava. Welke wil Luxie? Jij wil lava. En jij? Ook lava. Ook de lava. En dat is? Nee. En wat wilt mama? Maakt niet uit. 6. Nou, Luxie, ze gaat voor 6. Nee, wat zou het worden? Nee. En maar 1. De speurtocht is toch ook heel leuk? Ja. Ze wilde niet naar buiten, volgens mij. Of wel? Even een frisse neus halen. Is ook lekker. Ja. Nou, gooi maar, Luxie. Gooi maar. Ik zeg het, die eerst. Ja? Nee, die. Nou, gooi maar snel, dan komen we er snel achter. 6! Ja! 6! Ja! 6! Wat is dat? De vloer is lava! Oh, snel! Ja, Luan af! Dit is een van de favoriete spelletjes van Luxie. Dit is al de hele vakantie. Hoe gaat het, Luxie? Waar had ik nog een voor jou? Ja, zo heel zeg op een bank, of op een tafel, of op een toe. Ja? En wie dan niet op de stoel of de tafel is, die is? Af. En af. Die moet dan de vloer is lava zeggen. Oké. Okay. Ja. Nou, wie gaat er dan beginnen met de vloer is lava zeggen? Luxa. Luxie? Oké. 1, 2, 3. Vloer is lava! Vloer is lava! Luan! Ik wil ze daar op de tafel. Vloer is lava! Ja, maar Luxie is super snel. Je moet even 3, 2, 1 doen. Nee! Luxie doet het op haar eigen. Oh, dit is super moeilijk. Dat moet je heel snel doen. Vloer is lava! Ja. Luan! De vloer is lava binnen 3, 2, 1. De vloer is lava binnen 3, 2, 1. Oh, Luxie, heb je pijn, liefie? Ging het te hard? Och, kusje. Ja, die doen iets te hard, hè? Zullen we iets zachter doen voor het zusje? Oké, doe maar, jongens. Voor is Java. Voor is Java. Zit dat? Java. Lava. Hoppatee, de vloer is... Java. Lava. Oh, ja, Luana. Nee. Kijk, voor is Java. Ja. 3, 2, 1. Vloer is Lava. 2, 1. Lava. 3, 2, 1, lava. Ik weet niet meer hoe dit spel in zijn werk gaat, maar... 4, 5, lava. Ze hebben het in ieder geval leuk.
En ze mogen even op de tafel, met uitzondering. Nee. 3. De vloer is? Ja. Lava. Rennen, 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 rennen. 2. Voor limonade, snoep en een snoepje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt weet hoe dit spel nou ging van de vloer is lager. Nee, ik ook niet. Ik ook maar niet. Volgens mij hebben ze het wel leuk gehad, want ze mochten overal opspringen. Een kusje van Luxie. Een snoepkusje van Luxie. Mag ik een kusje? Oh, dat was lief. Kijk eens wie we hier weer hebben. Onze man met de mooie blauwe oogjes. Hé, jongen. Nou, ze mogen weer verder gaan dobbelen. Vloer is lager achteraf. Wie mocht het ook alweer dobbelen? Ik! Lucilla. En waar gaan we voor? Willen jullie eerst rummikuppen of eerst... Rummikuppen. Nee, nou. Nee, speurt toch te buiten. Speurt toch buiten. Nou, ga maar gooien. Gaan we kijken wat het gaat worden. Het is 4. Die mag nog een keer gooien. 6. 4. 2. Hè? 6. Hè? Zullen we deze op de tafel zitten? Ja! Hey, en zullen we vragen of papa mee wil doen? Ja! Ja? Laat papa maar roepen. Oké! Okay. Papa zit te werken. Kijk, papa, wil je mee? Nee, doen. Ja! Rummikuppen! Papa. Met de reacties boven. Eén en uit! Haag ermee een pakje rummikuppen. Ja! Hier. Mag je mee je rummikuppen? Mag jou mee rummikuppen? Nou, Lucius, wil jij beginnen, jongen? Ja! Dus is die... Daar gaan we, kinderen. Kunnen jullie opleggen? Een straatje van? 8. Oeh, 8. Dat is een mooie. Wie kan er dan? Ja, Lucilla mag. We kunnen er nog. Oh, kunnen nog? Misschien kijk je 7. Zo schat. 7. Oké. Dat is mooi, hè? Nou, Lucilla, ja. Oké. Lucilla. Zo, nee, iets anders. Goed kijken, dat het meeste kan opleggen. Heel goed daar. Ja, en Luxie die heeft de staartjes. Mama, zelf te dienen. Ja, ik ga toch dat. Mama, zelf te dienen. Ja. Ja. Heel goed. En ik kan... Ze heeft die opgelegd en die. Wat heeft Luan allemaal staan? Een spannend bordje, jongens. Spannend. Een spannend bordje. Gaat het hem lukken om zijn zus te verslaan? Ik kan niet meer. Oh. Even kijken. Nee. Kan niet meer. Luan kan niet. Nou jongen, wat gaat het worden? Ja, wat gaat het worden? Ach, die steentjes stelt ze zo schattig. Lekker fijn. Lekker feintje. Lekker fijn. Kan de mama? 1, 2, 3. Ja, 2 jokers in 1 kan eigenlijk niet, papa. Ja, maar die jokers mag. Ja, maar je... Ah, oké, okay. Nou, opa zegt dat dat mag. Opa reglement. Volgens opa's reglement. Zullen eens even nadenken. Goed kijken. Kom op, kerel. Oké, papa is weer. Ja. Oh, nu. Nu valt echt nog een aan. Oh jee. Hier. Heeft er gewonnen. Papa, Lucius. Nou, kom op, Luan, Lucilla. Oké. Sterretje voor papa. Sterretje voor papa, Lucius. Nou, Lucilla, jij bent. Hier de 8. Oh, je hebt een boven. Mooie 9. Heb je ook een mooie rug van mij? Ga je doen. Oké. Yes. Oh, ik wil nog wat sterretjes erbij. Ja, hier. Oh. 4. Deze kan los. En? Ja! Goed zo, Lucilla is 2. Hallo.
Op naar de volgende. Nee, dat klopt jongens, want kijk, we zijn aangekomen. Deze hebben we net gedaan, die mag er vanaf. Nee! Dat lukt ze ook toe, samen. Ja, toppie. En dan is de laatste, is... Nummer 1. De speurtocht buiten. Nee, ik ga niet steken! Een frisse neus halen. Mama, je bent hier een glitter. Heb ik een glitter? Ja, zal ik het glitter. Hebben jullie je briefje? Ja, maar ik heb een gevoel. Hebben jullie de shift? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Klaar voor de start? Af. Wie het eerst gooit? Nee. Nou, moet je er doorheen lopen, hè? Nee, ja, je moet een steen zoeken. Dat is een rots. Dat is wel een rots. Een kleine steen. Je doet een kleine steen zoeken. Daniel, die wel je schoenen aandoen, hè? Een kleine steen. Oh, kijk eens. Heel veel kleine steentjes. Ja, vink die maar af. Ja, heel goed. Op je lijstje. Hoppa, kruis er doorheen. Goed zo. Nou, dat was, dit is het huisje waar we dus de hele week lekker in hebben. En we hebben een steen. Ze hebben al een steen. Het mag ook kriskras, je hoeft niet op de volgorde, hè? Maar je moet goed zoeken, Luxie. Ja, dat klopt. Het blaadje. Maar dat is ook makkelijk. Dat is wel makkelijk, ja. Wat heb je, Sil? Het blaad. Lucilla heeft, kijk, het blaadje. Heel goed. Weet je waar hij is? Weet je waar hij is? Ja, even Luxie ook aankruisen. Zal ik hem helpen? Ja, nu maak ik kruisen met je stift. Tak. Oh ja, een tak. Ik zie hier tak. Heel veel takken, ja. Goed zo. Een tak. En blad. Heel goed, Luxie. Toppie. Hou maar weer vast. Waar zie je hem? Kom maar jongens, papa die is al daar. Kijk eens jongens, wat een mooi uitzicht. Het is zo fijn dat het nu even een zonnetje doorpiept. Dit is dus het huisje waar we zitten. Een kruisje doorheen. Mama. Ja, schatje. Ik had een groen blad gevonden en een bruin blad hier. Ja, er liggen bruine blaadjes. Heel goed. Het is heel gek, het weer is vandaag een stuk rustiger dan gisteren. Gisteren zagen jullie dat we echt van die hele grote ijs... pegels, nou pegels niet, maar ijs op de daken lagen en zo. Het was echt heel koud, een hele harde wind. Maar nu niet. Super heel koud. Mama. Het was super koud. Mama. Ja. Ik moet er nog vier. Nog vier. Mama. Heel goed. Luxie loopt aan kop. Zien jullie dat? Luxie is vastberaden te winnen. Luxie? Goed kijken als je of je ergens een veertje ziet. Je moet ook op zoek naar een veertje. En Luxie is weer lekker in slaap gevallen. In zijn kinderwagentje. Kijk dan het zonnetje. Het zonnetje komt door. Heerlijk. Tot nog een lekker zonnetje vandaag, jongens. Ja, laatste dag. Toch wel lekker. Ja, laatste dagje, jongens. Ja, morgen ook nog. Maar morgen moeten we om 12 uur het huisje alweer uit zijn. Dus dan zijn we hier niet heel lang meer. Is het weer de inpakrally. Is het de inpakrally en hop, de bus weer in. Het huisje weer opruimen. En dan hebben we een heel leuk, gezellig knusweekje achter de rug. Ja, we hebben een vlekje op de lens. Ja, weg. Mama, zie je waar bloemetjes? Ja, waar bloemetjes? Waar Lucilla, wat heb je dat goed gezien? En ik maar denken dat we geen bloemetjes hebben. Ja. Maar kijk toch eens. We hebben hier inderdaad... Bloemen. Bloemetjes, weten jullie hoe die heten? Ja. Madeliefjes. Oeh, madeliefjes. Heten dat madeliefjes, papa? Daar doe ik hier madeliefjes. Twee kruisjes. Ja, doe daar mama. Maar twee kruisjes. Ja, ja Lucie. Daarheen. Gaan we daar naartoe? Mama. Dan volgen we Lucie. Ja. Bloemetje. Dat is die. Oh, daar had je ook al een kruisje erin gezet. Die had je al. Wat zien jullie, jongens? Een speeltuin! Ze zijn in een speeltuin. Oh, hopelijk is daar ergens een spinnenweb. Een spinnenweb! Jeetje. Ik zeg het, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar... Dat is een spinnenweb. Dan mag ik nog even spelen. Jij mag even spelen, want wat hebben we hier gezien? Kijk eens. Luxie vinkt hem al af. Dit is een spinnenweb. Dit is misschien wel niet echt van een spin, maar het is wel een lipgloss. Maar je kan klimmen. Vind je dat goed? Ja, ik hem af. Ja, ik ga even voor jou vast. Ik heb hem ook goed. Ja, ook even vasthouden. Nou, ga maar. Ja, echt grappig hè. Ik zit net te zeggen, we moeten een spinnenweb zoeken. En hoppa, daar is een spinnenweb. Wacht, Luanne zit in de... Kijk eens, mag je even vasthouden. Ja, top. Ja, ik ben bijna vol volgens mij. Dus even kijken, Luanne zit hier lekker te chillen. Kijk, zal ik jou even ronddraaien? Ja. Meeuw. Niet duizelig worden, hè? Nee. Vind je dat lekker? Oh, ja. Lekker zo, hè, met dat zonnetje. Hallo. Hallo. Hallo, Lucilla. Ik ben boven. Heb je daar al een insect gevonden? Nee. Je moet een insect vinden. Oh, een insect. Voor de gure wind. Ja. Hier naar boven toe. Dit trappetje op. Zo.
Hey Luxie, we moeten nog een insect zoeken. Hier. Zou hier ergens een insect zitten? Ja. Oh, nee. Ja. Ja, papa heeft jullie briefje. Papa heeft je briefje. Leuk hè? Hier kun je even lekker schuilen. Zitten hier geen spinnetjes, jongens? Of insectjes? Ja. Nee, hè? Waar? Waar? Hij loopt weg. Nee. 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 Nou, vink die maar af. Ja. Die vink maar af, jongen. Oh nee, die heb ik wel. De spullen had je net al gepakt, hè? Ga je lopen, papa? Oh, papa, daar, daar. Ik ben snel voor de... Waar, waar? Daar. Wat is dat? Nee. Nee. Hij loopt weg. Ik trap er niet in, jongen. Nee. Mama gaat streng zijn. Nou, Lucilla, ben je al duizelig? Lucilla. Gaat dat goed? Lekker zo, hè? Nou, gaan lopen. Oh, ook kijk even voor je broertje. Leuke asje had broertje. Luxie ook? Luxie wil ook even erin. Gaat het goed? Dat is wel lekker, hè? Die ging weer in de grond. Ja, dat zei Luan het ook al. Nou ja, vink die pissebed maar af. Dit moet ik stoppen? Stoppen? Nee, de veer. De veer. De veer. Hoe komen we aan een veer, papa? Dan moet ik een vogel pakken. Een vogel pakken. Mama, hou mijn pen. Papa heeft jouw pen. We hebben eigenlijk bijna alles al gedaan. Behalve het veertje. Ja, liefie. Hier achter, hier zit iets. Je mag een tekeningetje op de achterkant maken. Hier in het huisje is het toch wel lekker warm, hè? Ja. Zitten we eventjes droog van de wind? Of droog van de wind? Uit de wind. Kijk. Mama. Oh, en de papa. Die ook is heel grappig. Maar wat vonden jullie ervan dat de dobbelsteen bepaalde wat we gingen doen vandaag? Dat was wel weer leuk, hè? Normaal. Ja, we hebben in ieder geval wel alles gedaan wat jullie graag wilden doen. Ja. Yeah. En alles samen gedaan. Van? Weet jij dit op een drolletje lijken? Met een beetje fantasie. Deze van jou misschien, maar... Deze zit op de wc. Oh, wat is dat toch? Wat jullie bandaren. Mama zit op de wc. Luxie die tekent haar hand. Dat vind ik een hele goeie. Oh ja. Oh ja. Ik ook. Hier is een horizon. Heb je het ook een keertje op jouw school gedaan? Ah. En nu tekenen we alles door. Ja. Maar ik kan mooier tekenen hoor, vet. Heel mooi. Ik kan mooier tekenen. Ik had heel... Ja, het is gewoon even lekker kladden. Maar ik ook. Jij kan ook mooi tekenen. Nou, zullen we maar weer eens terug naar ons huisje gaan? Maar we hebben geen veer. Nee, maar misschien komen we die nog wel tegen op de terugweg. Toch? Oké. Vogel, ja? Keertje. Ja, of als we een vogel zien, kan ook, hè? Hé, hey, jongens, als we een vogel zien, dan heb je ook meteen een veer. Ja. Ja. Ja, dat staat nee. Als je dus naar kijkt, naar de lucht, als je ergens een vogel ziet, dan hoppa, kun je hem afvinken. Goed. Oh, gaan we lekker terug naar het huisje. Want, we hebben een frisse neus genoeg nu, hè? Ja. Nou, op naar het... Huisje. Oei. Nou, Luxie. Oei. Mama. Lucilla. Oei. Nou, we glijden terug naar ons huisje. Kom, jongens. Let's go. Ik zag het. Wat zag je, Lucilla? Een vogel. Naar waar dan? Lucilla. Nou, we lopen weer terug naar het huisje. Maar de kinderen gaan alle kanten op. Ga je mee? Ja. Nou, dan gaan we weer daar terug. Lekker warm naar het huisje, hè? Heb je een blaadje vol? Ja. Ja, hè? Goed zo. Kijk. Ik zag echt twee vogels. Je zag echt twee vogels. Ja. En mama zag dat ook. Dus ik keur hem goed. En ik, hè? Je hebt hem vol. Dus wie heeft er gewonnen? Lucilla! Ja, allemaal gewonnen. Wij zijn weer lekker bij ons huisje aangekomen. En ik ga zo meteen weer deze video editen. Ze hebben allemaal gewonnen. De dobbelsteen heeft goed zijn werk gedaan vandaag. We hebben ons prima vermaakt. Nu gaan we zo lekker chillen in ons huisje. En ja, is het alweer de eind van de dag. En morgen gaan we alles inpakken. Dan gaan jullie morgen allemaal weer beleven. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de. Duimpje. Vergeet niet te. Abonneren. Klik op het belletje.
En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot Doei. Morgen. Volg je hart, bom, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in